Jongens, toch we kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFBOR1999. Met vandaag weer een nieuwe uh, speler Scream Dan Zouden we een nieuwe, uh, ja, bij een nieuwe club beginnen met Manchester United? Met onze speler, dus Wesley Fokker. En we gaan onze eerste wedstrijd tegen West Brom. En we gaan kijken wat we in onze eerste wedstrijd kunnen gaan doen. Of we gelijk heel erg belangrijk kunnen zijn. We gaan het zien. Let's go! En we zijn begonnen aan de wedstrijd. We lijken gelijk sterk te gaan beginnen in onze eerste wedstrijd voor Manchester. Hier de renning van de doelman voor onze eerste schot dus. Hoekschop is hier voor Manchester United. Komt de hoekschop goed? kopkans van ons is niet goed. Wordt verdedigd ook. Doe de hoekschop voor Manchester. Wordt het weer een gevaarlijke hoekschop. Wij krijgen daar bijna weer die bal. Toch nog met de omhaal hier. En dan is het het doelpunt. En dan staan we 1-0 voor wie is de dubbel te maken? Het is, uh, ik had het heel even, ja, heel lastig naam in ieder geval. Het is in ieder geval 1-0. Dat is wel één ding wat zeker is. En uh, verdedigen dat wel. Jordan. Jordan. Lekker makkelijk bij zijn voornaam. En dus de 1-0 voorsprong. Maar Wij willen natuurlijk ook een stempel terwijl drukken. We willen onze eerste wedstrijd ons laten zien. Komen we hier naar uit. Kunnen we nu voor de 2-0 gaan. Onze eerste voor Manchester United. En we schieten binnen. Onze eerste voor Manchester na een carrière onder andere bij Chelsea, de andere Engelse topclub, nu dus bij Manchester een goede start gemaakt met ons eerste doelpunt. En dus de 1-0 in deze wedstrijd. En een kwartier gespeeld te hebben lijkt het op jacht te gaan naar de 3-0 en wij schieten die 3-0 ook perfect binnen. Zo beginnen wij onze eerste wedstrijd voor Manchester United. Echt heel sterk met twee perfecte doelpunten. En de 3-0 voorsprong is er voor Manchester. Met 24, West Brom is zichtbaar aangeslagen door het sterke begin van Manchester United. Kunnen we de bal weer meekrijgen? Ja, dan kunnen we zo onze hattrick trick gaan. Zou het zijn? Nou, het is onze hattrick. trick Het is onze derde doelpunt in de eerste helft. De hat trick Gelijk onze eerste hattrick trick voor Manchester United. Wat prachtig is dit, zeg voor ons. Als speler zijnde, als spits zijnde. De hat trick voor ons bij Manchester. De 4-0 voor Rust. En United wil meer. Zo vlak voor Rust. Nog richting de 5-0. Komt er de kans voor. De bal wordt naastgekopt. Zo zie je de hoekschop voor naar United. Minuut 40. De vraag helemaal. Komt de bal ook voor. Dat doen we nog even. Hier de kopkans En de bijna de, de doelpoging. Sterker nog, het was de doelpoging. Maar ging er niet in. Van de man die ook de 1-0 maakte. De redding dus van de doelman. Hoekschop dus wel weer. Hoekschop wordt genomen. De bal wordt bijna voorgegeven. maar Uiteindelijk de bal toch over naast gekopt. En is de bal hier voor... Uh, de doeltraf volgens mij, een hoekschop. In ieder geval, dat is onze, la, onze laatste kans geweest. Veel uh, richting het doel. Komt nu dan de kans weer, de kant weggehaald door de verdedigers weer. En dat is nu weer de hoekschop. Nee, het is geen hoekschop meer, dat is rust. En dan gaan we dus af uh, door naar de tweede helft. Of is dat dan wel wat hoekschop? Ik heb geen idee. Volgens mij, ja, wel nog. Zie je wel, ik dacht al, oh, nee, natuurlijk niet. We hebben nog de hoekschop. Laag nu dit keer, oké. Okay. Kunnen wij nu de bal gaan binnenschieten? Ja, we doen het. Het is 5-0. Onze vierde van de wedstrijd. En echt over en uit al zo vlak voor in de eerste Premier League wedstrijd voor ons. Nou, niet in onze uh, spelerscarrière, want natuurlijk al bij uh, Chelsea al wedstrijden gespeeld in de Premier League. Maar nu is het een perfecte wedstrijd tegen uh, West Brom. Onze eerste wedstrijd over 5-0 en onze vier doelpunten, onze eerste vier doelpunten al gemaakt. Wat mooi is, dit zegt voor ons als spits. En we hopen dat er veel gaan volgen. Laten we allemaal gaan hopen met z'n allen. We gaan het allemaal zien. Misschien wel in ons laatste jaar. Met deze Spelersquare mode. Misschien nog een jaartje plakken we eraan vast. Wie weet. Moeten we even kijken hoe het gaat lopen. In ieder geval is het hier dus uh, de 5-0 voorsprong. En lijkt er voor de rest geen veldje aan de lucht voor Manchester United. En lijken we dus uh, ja, een goed resultaat te halen. In onze eerste Premier League-wedstrijd. Worden misschien zelfs nog meer. Wordt de bal goed meegegeven. Die wordt goed meegegeven. We kunnen voor de 6-0 gaan. Dat zou misschien iets te mooi zijn. Maar het gebeurt wel. Het is 6-0. Onze vijfde van de wedstrijd. En in je debuut is dat best heel erg prettig. Vijf doelpunten. We laten ons zien aan de fans. We laten ons zien aan de trainer. We krijgen zelfs een publiekswissel. Het publiek gaat uit zijn dak. En dan komt Martial erin voor ons. Maar is het wel voor ons de wedstrijd die voorbij is? En zijn wij de man van de wedstrijd. In onze eerste wedstrijd van Mens 6 United. Vijf doelpunten maar liefst. Ongelooflijk mooi. Ongelooflijk mooi. Laten we hopen dat we het zo kunnen vasthouden door naar de volgende wedstrijd. Het zijn tot nu toe allemaal redelijk makkelijke wedstrijden voor onze spelers. Dus hopen dat we hier gewoon onze doelpunten en assisten kunnen gaan halen. Eén wedstrijd gespeeld, vijf doelpunten. Het is een droom. Het is een droom natuurlijk als spelers zijn. De volgende wedstrijd is tegen Burnley. En daar gaan we kijken of wij misschien nu wat in qua assisten kunnen gaan doen. Dat zal natuurlijk wel ook wel een acht te gaan aanvoelen. Maar in ieder geval. Uh, ja, nemen de wedstrijdbal mee. We hebben de bal weer meegenomen. Dus onze hertrick. Of meer dan hertrick zelfs. Vijf doelpunten. Ik zou niks baas als wij misschien de, in de rij staan voor beste speler van de maand. Um, januari. Is het januari? Volgens mij wel, hè? Nee, ja, volgens mij wel. Maakt niet uit. Nee, augustus. Augustus, september. In ieder geval is hier de is net begonnen. En wij gaan op jacht naar de voorsprong. United is het natuurlijk zichtbaar weer sterker. Hier de bal geblokt. bal is van Manchester. Wij vragen om de bal. Krijgen we hem. Ja, maar de bal krijgen wij niet verder. Toch weer terug. Dan gaan we nu weer van afstand de bal binnen te pegelen. Draai de andere kant op. Nu gaan we uithalen. Weer geblokt. Bal opnieuw nog steeds voor 6 United. Vragen we weer om de bal. Goeie paas. En nu schieten en is het raken. Onze eerste assist is een feit. En het is Fernandes die het doel mag maken. Nu staan we dus 2-0 voor. Het ma doen, we de, ja, doen we het dus goed. Eerst onze eerste assist voor 6 United. Na de vijfde doelpunten de vorige wedstrijd wil ik me nu meer focussen op de paasjes en de voorzetten. En hier is onze eerste al voor Manchester United. United snel de bal weer terug. Kunnen we weer de aanval zoeken? Ja, dat doen we ook. We krijgen hier de bal. We controleren de bal. Moeten we nu gaan binnenschieten? Dat uh, doen we nog niet. We gaan de bal eens rustig pasen. Misschien weer een assistje geven. Raken ze de bal kwijt. Wij zetten de druk. De bal blijft nog steeds voor, uh, voor Manchester United. Hier komen wij nu vrij te staan. En dat is de redding voor het doelman. Had het hier weer die 1-0 moeten zijn, of de 2-0 moeten zijn, maar hij ging er dus niet in. Minuut 21, weer de kans. Bal weggaat door de verdedigers. Wij vangen de bal op. Bal terug. Weer bij ons terechtkomt. Voorzetten. Gebeurt niet. Opnieuw paas geven. Dat lukt wel. Komt hij er dan langs? Nee. Dus het is het weer Burnley die de bal onderschept. Maar wij als United zijnde houden de druk er wel op. Oeh, het is een soortige kans. Bijna zo in de voeten. Hij kwam in de voeten van, van Anders. En bijna ook in het doel. Maar de redding is van de doelman. de hoekschop is voor minstens 6 United. Laag richting ons. Geven wij de bal weer af. Fernandes. en het is 2-0. Onze tweede assist. En weer Bruno Fernandes. Die het doel bemaakt. En de 2-0 voorsprong is een feit voor Manchester United. En dan kunnen wij dan nu weer het doel gaan maken. We proberen de bal in te draaien. Maar in de handen van de doelman. En dus geen 3-0. Halver op de klok gespeeld. 2-0 de voorsprong. En twee assisten van ons. De goede eerste helft dus. Fernandez. Dat kunnen we toch redelijk mee vinden, zou je kunnen zeggen. Hier komt wel goed uit. Nou dan moet hij nu voor de 3-0 gaan. En dat gebeurt ook. Ik weet niet wie het is. Maar het is in ieder geval 3-0. En zo staat volgens mij dat al zat te aanvoeren. En zo is het dus de 3-0 voor Manchester. Zo lijkt de rust alweer geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg. Waar wij dus als spits spelen. Wesley Fokker bij Manchester United. Een topcarrière gehad. Pek Zwolle. Aston Villa. Chelsea. FC Nantes. Chelsea. Inter. En nu dus bij Manchester United. Hier geeft hij misschien weer een assist voor de 4-0. En het is weer Bruno Fernandes. Het is een hat-trick voor Bruno Fernandes. Het is ook onze hat-trick. Want het is onze derde assist in deze wedstrijd. Bij de 4-0 dus. Tweede helft ondertussen van start gegaan. Minuut 61. Lang moeten wachten. Op de eerste volgende kant van Manchester United. Voor ons van afstand. Maar de bal gaat hoog over. Zo gaat deze bal dus niet in. En het is de doeltrap voor Burnley. Bij de 4-0 voorsprong. Voor Manchester, voor Manchester. Lijkt voor ons geen veldje aan de lucht meer. Fokker. Kunnen we er langs komen. Dat schot komt niet uit. De bal terug. Fokker. Vraag om de bal. Krijg hem. Komt de bal voor. Hij moet hem nu voorgeven. Hij gaat zelf. Hij gaat zelf. En dan is het Greenwood. Die de 5-0 op zijn naam krijgt. En zo is het weer net zoals dezelfde uitslag als ze wedstrijd hiervoor. Ongeveer dan. Net toen was het 6-0. Nu is het 5-0. Manchester is gewoon elke ploeg te machtig aan het begin van deze competitie. Greenwood gaat aan de kant, de man van het doelpunt. De laatste 10 minuten zijn ingegaan. Bij dus de 5-0 voorsprong nog steeds. En Canada voor de 6-0 gaan. En het is weer 6-0. En ook wij mogen eindelijk ons doelpunt maken in deze wedstrijd. En het is dus weer die 6-0 die wij mogen maken. En zo is het weer, die uitslag. De 6-0, dat was ook al de vorige wedstrijd zo. Nu dus ook. We hebben de gele kaart gekregen nog. De laatste 5 minuten moeten dus oppassen. Even de wel goed mee op Fernandes. Aan de andere kant wordt het dan nog 7-0. Dat zou een zo'n wedstrijd kunnen worden. De bal wordt niet lekker geraakt. De bal hier terug. Wij controleren hem, maar kunnen de bal niet lekker afgeven. Hoeveel extra tijd gaat er bij komen, is de vraag. Tussen uh, Manchester United de Burnley. hier bijna de kans voor de 7-0. Maar hij gaat er niet in. Nog steeds een goede wedstrijd is voor Manchester. En deze bal gaat er wel nog in. Het is uh, 7-0. En dan lijkt het dus echt wel klaar. Het was sowieso bij de 3-4-0. En hier is het weer Bruno Fernandes die zijn doelpunt maakt. Zijn vierde. Zo is hij dit keer die, uh, de doelpunt de machine is in deze wedstrijd. De tweede keer waren wij dat. Nu is hij daar met vier doelpunten. Bruno Fernandes. En dus de 7-0 voor Manchester United. En dan zit de wedstrijd toch wel zo op. Ik zou geen extra tijd erbij gaan doen. Dan doen ze wel. Drie minuten. Dat vind ik wel wat te veel hoor. Vind ik voor Burnley wel wat, wat te sterk. Wel een beetje de straf voor Burnley. Voor ons maakt het op zich niet uit. Drie minuten erbij. Die al bijna voorbij zijn. Bij de 7-0 overwinning tegen Burnley. 6-0. was is het hiervoor. En nu dus de 7-0 overwinning. En de volgende wedstrijd is tegen Southampton. Die ga ik simuleren. Omdat we dan de transperiode ook gaan gewoon snel simuleren. Want ja, we gaan toch niet weg. Dus ik ga gewoon op de kalender snel de transperiode simuleren. En de volgende aflevering gaan we de wedstrijden spelen met het Nederlands elftal. De WK kwalificatiewedstrijden. Ik denk dat we die eentje gaan spelen. De andere worden we sowieso niet opgesteld. Is dat nu, is dat nu toen nog niet echt gebeurd? Het, uh, oh, tegen Southampton ga ik hem ook spelen. Ik dacht al. Ik ging toen niet simuleren. Nee, ik ging hem gewoon spelen. Tegen Southampton. De laatste wedstrijd dus die we gaan spelen deze aflevering. En we gaan kijken of het ook een overwinning gaat worden. We gaan het zien. Waar in ieder geval met het bal bezit. We geven de bal hoog. Komt de bal ook aan ja, voor de verdedigers nu van Southampton. We kennen Southampton natuurlijk van de verdere career mode. Maar nu moeten we dus tegen Southampton met deze mensen zes uit het spelers career mode. De bal is leek voor Southampton, maar wij hebben de bal goed onderschept. Komt de bal dan voor? Nee, de bal is weer in de voeten van Southampton. En zo is het weer de omschakeling van de ploeg Southampton. 10 minuten aan de gang. En nog steeds de 0-0 stand. Zorg gedaan. Leek het zo, want we leken de bal kwijt te raken. De bal is in ieder geval nog steeds voor, um, voor Southampton hier. En hier de bal onderschept. Nu kunnen we de bal. Ja, he, he, eindelijk hebben we de bal ook in onze voeten. Nu eruit komen. We gaan de bal op de flanken meegeven. Nu gaan we zelf naar de flank toe. Dan willen we hem natuurlijk voorslingeren. En Anders wil natuurlijk die bal graag binnenknikken. Zoals hij zo vaak heeft gedaan. Maar hij gaat helemaal naar de andere kant. En er zit volgens mij weer Greenwood. Die een kwartier op de klok de 1-0-voorsprong binnenschiet. Inderdaad, het is Greenwood. En de 1-0-voorsprong is er. Voor Manses United. Minuut 17. United lijkt meer club te lang te hebben na die voorsprong van 1-0. Weer gaan wij op de flanken. Weer geven we die bal voor. En wordt hij dan goed geraakt? Nee, dit keer niet. De bal terug bij ons. Daar hebben we weg. In ieder geval, dat proberen we. We geven de bal opnieuw voor. En deze bal gaat naast. Dan toch nog één keer proberen. En dan nog een keer. Schot geblokt uiteindelijk. En dan is het, uh, de bal hier voor de doelman die de vrije trap dus meekrijgt. Tijd opgenomen. In de voeten van uh, United weer. Fokker. Fokker draait. En uh, geeft de bal ook goed. Fokker. We krijgen de bal weer goed mee. Nou, dan kunnen we nu voor ons doel gaan. En dat doen we ook. dus 2-0. In minuut 23 van de wedstrijd scoren wij die 2-0. En dat lijkt het dus wel weer een wedstrijd voor ons te zijn die wij weer mogen gaan scoren. Dat wij weer meer mogen gaan scoren. Het is 2-0. Eerst staat hij bij een zit dus. Met een 2-0 voorsprong. En het lijkt meer, lijkt meer aan te kunnen komen. Ook al uh, raken we hier de bal wel heel klunzelig kwijt. Dus de bal is dus weer voor uh, Southern. lijkt het. Maar de bal is dus weer voor United. United is gewoon zichtbaar sterker. Zeker ook in verdedigende opties. En ook in aanvallend opzicht. Want hier komen we er weer uit. Greenwood nu met de voorzet naar ons. En wij kunnen de bal niet raken. Balken we wel terug bij toeval voor United. Nu kunnen wij even Azen schieten. Schot wordt geblokt. Opnieuw de bal teruggegeven. Nu geschieten dan. Weer geblokt. Minuut 39. Iets meer dan 5 minuten nog te gaan. Bij de 2-0 voorsprong voor United. Ingooien nu genomen door Manchester United. Hier Fernandes. Krijgt er niet lekker bij ons mee. Dus de bal is dus weer van Southampton. Ramiro. Ramiro. Goed onder druk gezet. Er komt er een kans. En Greenwood, krijgt de bal nog over. Ook voor een leeg doel. Maar ja, hij moest natuurlijk uh, ja, wanhopig schieten. Hij moest gelijk. Hij moest keuze maken. En dus dat zorgde er dus voor dat de bal jammer genoeg overging. Maar zit deze eerste helft in ieder geval dus uh, bijna op. Waar hier misschien nog de kans komt voor de 3-0 van uh, Fernandes. En het is inderdaad de 3-0 van Bruno Fernandes. En zo komen we dus op de 3-0 voorsprong. Zo vlak voor dus nog de 3-0. Wat niet echt zo leuk... Ja, Oké, okay, wel zo leek, want we waren gewoon een bovenliggende partij in de eerste helft. Zijn alle drie de wedstrijden het nu toe al geweest. Er zijn elke drie de wedstrijden bovenliggende partij geweest. Maar hier blijkt me weer eens dat we gewoon ook deze wedstrijd tegen Southampton toch iets lastiger zou moeten zijn. 3-0 voorstaan. En ik ga in ieder geval na nou al even de wissel aanvragen. Dus dat betekent dat als de bal nu uitgaat. Dat we gewisseld gaan worden. En dat we dus gewoon ons vol focus op de volgende aflevering. Voor de wedstrijd tegen met het Nederlands elftal. Ik weet even niet welke landen. Volgens mij een van de twee was Polen. De andere week even niet. We komen in ieder geval hieruit. Misschien voor onze kans. Maar de bal gaat over. En zo zit voor ons dus de wedstrijd erop. En ook gaan we de uur dag afsluiten. Want ja, we gaan niet meer weg bij, uh, bij United. We zijn er net. Dus we gaan ook niet weg. Doe, dan gaan we niet weg. Want dit jaar gaan we afmaken. Misschien nog één seizoentje daarna. Ligt eraan. Als we alles wel hebben behaald dit seizoen, dan sluit ik gewoon deze career mode af. En dan gaan we dus een nieuwe career mode starten. Ook een nieuwe spelers mode. Hoe ik dat doe, houdt nog even geheim. Dat ga je dan in de loop der tijd al zien, maar ik heb nog een ideetje in mijn hoofd. In ieder geval nu de wedstrijd tegen Wartvoet. Die ging ik simuleren. Ik dacht al, ik heb toch eentje gesimuleerd. Dat was dus deze. We zijn opgeroepen voor de selectie wat Nederland zelf tal. Uh, tegen Noorwegen en Denemarken. Oké, okay, dus geen Polen. We de war met misschien de Fred Rutte mode. In ieder geval is het dus. De wedstrijd is nu tegen Watford Die gaan zeuleren. Ik was trouwens niet in de, in de voorselectie van Oranje was ik niet opgeroepen, maar wel in deze definitieve selectie. Dus. Nou ja, 2-0 gewonnen. Dat is mooi. Fernandes is ook weer gescoord. En Zo doet het de competitie dus. Fantastisch. Vier wedstrijden gespeeld, vier gewonnen. En ook met twee van de hele grote uitslagen. Twee met 6-0, 7-0 zelfs. En de, ja, we gaan gewoon snel doorheen. En de volgende aflevering hebben we dus de wedstrijd met het Nederlands zelftal. Tegen Noorwegen. Maar dat is dus voor de volgende aflevering. Ik ga u bedanken voor het kijken naar deze video. Druk op wat thuismoesje gedaan. En dan zeg ik, zoals het tijd is, als nu. Later.